Welkom bij een nieuw seizoen Buiten de Lijntjes. Met nog meer gekke vragen, leuke voetbalchallenges en vette voetbalprijzen. En vandaag gaan we gezellig langs... Lex Immers. Lex, wat is jouw favoriete Haagse woord? Favoriete Haagse woord? Ja, je zou natuurlijk altijd denken dat het gelijk een geldwoord is, maar... Ja, ik weet het eigenlijk niet. Mag ook een gezegde zijn? Lekker of zo. Lekker. 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 Ja, denk het wel, ja. Gebruik je die zo? Ja, best wel, ja. Thuis ook wel. Kinderen, vrouw. Ja, lekker. Lekker bezig. Ja. Heel goed. Stel dat jij na je carrière een vriendenteam opricht. Ja. Welke speler gaat dan absoluut niet in jouw team komen? Welke speler absoluut niet? Juist. Dat zou ik zeggen. Een van mijn volgers. Een van je? Een van mijn volgers. Social media. Ja, zijn ze vervelend? Nou ja, soms heb je wel eens mensen die ertussen zitten die reacties geven. Ik denk bij mezelf, ja, waar heb je je hersen zitten? Maar, nou, dat denken ze af en toe ook wel eens bij mij natuurlijk. Maar ja, wie zou je niet in je team hebben? Ja, ik heb geen vijanden. Ik helemaal niet. Maar bijvoorbeeld iemand waar je echt je bloed onder je naast vandaan haalde in de wedstrijd? Ooit. Wie heeft jouw finaal van de kaart gespeeld bijvoorbeeld? Stijn Schaars. Dat is een vervelende speler. Ja? Nou, dat is een vervelende speler, ja. Tijd voor de uitdagingen. Je krijgt straks 3 uitdagingen. Je hebt 3 pogingen om elk te laten slagen. Mocht dat niet lukken, dan moet jij iets persoonlijks geven aan de kijkers. Oké. Wat ben jij kwijt? Even kijken hoor. Wat kan ik kwijt? Nou, ik heb nog wel een shirtje van vorig jaar. Van het jaar dat wij play-offs haalden. Omdat we 7e werden met ADO, heb ik nog wel een shirtje. Met handtekening. Kijk, dat is hartstikke leuk. Goed, we gaan je techniek testen. Met de bal hier. Ik laat hem los. Je moet hem aannemen naar binnen de cirkel. Okay. Ben je er klaar voor? Ja. Poging 1. Oh, die telde niet. Gaan we. Oh, erg dichtbij. Komt-ie. Hop. Oh, jammer. Ook niet. Jammer. Nou, techniek zit ook niet bij mij. Stel dat jij een feestje geeft. Welke drank mag dan absoluut niet ontbreken? Bacardi Lemon. Bacardi Lemon. Wat is jouw drankje? Ja. Wat maak je ervan? Bacardi Lemon Cola. Gewoon dat. That's it. Ja, that's it, ja. En hoeveel tik je er dan weg op een goed feestje? Nou ja, ik drink eigenlijk nooit. Maar als ik dan echt moet verplicht ben om te drinken... Nou, misschien 15 of zo. Zo, jezus. Ja, ja, zoiets. Dan ben je wel kachtig. Dat moet wel kunnen. Dan ben je wel lekker. Ja, maar dat is... Ja, lekker, ja. Ja, maar dat is iets, een drankje waar ik niet zo heel snel echt dronken van word. Niet? Nee, niet echt, nee. Ik heb meer van shotjes, bier en ja, whiskies en zo, dat soort dingen. Ja, daar word ik echt wel kachel van. Ja, dat vind ik echt... Ga ik dat ook, doe je liever niet dus? Nee, liever niet, nee. Oké. Okay. Ah, duidelijk. Misschien komt door de cola? Ja, misschien wel, ja. Ja. Lemon, ja, drink ik weg als siroop, dus. Ja. Ben jij iemand die impuls aankopen wil doen? Impuls aankopen? Ja, soms heb ik dat wel eens. Maar dan loop je in een winkel en dan ga je nadenken. En denk ik van, nou, dat kan ik eigenlijk wel gebruiken. Dat misschien ook wel. Gevaarlijk. Dat kan ik ook nog wel, maar dat heb ik meestal in de mediamarkt. Ja, snufjes, technisch. Ja, Apple dingen, dingen van Apple en dan weer iets van PlayStation. Ja, dan zie je weer een leuke kleur joystick en die heb je helemaal niet nodig. En dan denk ik van, gauw of zo, neem ik mee. Ja. Maar nooit achteraf spijt? Nee, helemaal niet. Nee. Ben je een beetje goed met FIFA? Nou, ik ben nu een beetje aan het oefenen. Ik moet je zeggen, ik ben nu sinds twee, drie weken ben ik aan het oefenen. Ja. Beetje met FIFA en die jongens die spelen allemaal FUT, Ultimate Team. Ja. En dat heb ik nu zelf ook gedaan. En het ongelofelijke is bij mij gebeurd. Wat? Ik koop je had zeg maar op PlayStation Store heb je zeg maar het spel wat je kan kopen voor 70, 90 en 100 euro. En ik denk, nou ja, ik koop die van 100. Dan kreeg je een aantal pakketjes bij. 28 Jumbo pakketjes kreeg je erbij. Ja. Nou ja, en ik pakketjes openmaken, nog een pakketje openmaken. Ik maak het derde pakketje open en ik krijg Ronaldo pak ik. Ronaldo pakje, one to watch. En... Wow. Oh my god! Dus ik had het toevallig had ik het gesnapt en ja, die jongens allemaal, die werden helemaal gek. Ze zeiden, ik kan niet en dat heb jij weer, geluk. En ja, uiteindelijk heb ik gewoon bijna 3 miljoen muntjes voor gekregen, want ik heb hem verkocht. Ik speel met een Spaans team, dus
Daar past Ronaldo niet bij? Of? Nee, ja, hij is Portugees en hij speelt nu in Italië. Dus dat, die lijntjes worden dan niet groen. Zo is het mij uitgelegd. En ja, voor je team geen 100 te krijgen. Dus daar heb ik Ronaldo verkocht en kan ik daar weer een heel team van bouwen. Ja, ik ben ook een Messi-man. Dus ik ben alleen maar Messi, Messi, Messi. En andere jongens in de kleedkamer zijn wel helemaal Ronaldo. Die vinden dat fantastisch. Becker, Kishna, dat soort jongens. Ja, die, vinden zijn, die zijn helemaal Ronaldo, helemaal fantastisch. Ja, maar ja, hij speelt natuurlijk nu bij Juve. Dus nu vind ik het ook wel oké. Toen hij bij Real Madrid speelde, vond ik het echt een verschrikkelijk ventje. En nu denk je van de apen? Nou, nu is het wel oké. Nu scoort hij voor Juve en dan vind ik het oké. Ja. Ja, dus, maar ik ben echt Messi-man. Ja, ik kijk altijd, mijn vrouw wordt soms wel gek van mij. Als ik om 11:45 nog Barcelona te kijken, zeg is voetbal nog niet afgelopen. Hoe kan het nou dat die jongens om 11:45 nog op het veld staan s'avonds? Ja, ik zeg dat is Spanje. Maak je al iemand af van je huidige team? Of? Nou, soms kom ik er niet tussen, want het is best wel druk boven. We hebben één PlayStation. Eentje waar? Ja, we hebben er eentje. Ja, we hebben één, ja, ook gewoon één tv en spelen zo. Maar ja, ik moet zeggen, Tom is wel heel fanatiek. Tom wil heel veel spelen. Ja, is hij goed? Nou, Tom wordt wel steeds beter, moet ik zeggen. Ik kijk altijd, maar ik ben meestal aan het kaarten met andere jongens. Ja. Zitten wij precies naast die jongens. Maar het is vrij druk, dus soms kom ik er niet tussen. Deze mag jij een eentje die kant op gooien. Het is de bedoeling dat je binnen 3 pogingen de bal erin krijgt. Oké. Ja, gooi maar. Kijk eens, je loopt echt als een curler achteraan. Kijk eens. Dat gaat hem niet worden, hè? Dit wordt hem niet, nee, nog niet. Kijk eens, jongens. Oh. Die gaat hij via. Via. Oh, jammer. Oh. Gevoel. Kijk eens. Oh. In welke film of serie zou jij ooit willen spelen? De hoofdrol. In welke film of serie? Penosa. Penosa, ja, ja, dat is leuk. Ja, vind ik fantastisch. Ja? Ja, ook dat, maar ja, gewoon de wereld. Ja, wat erin wordt gespeeld natuurlijk. Drugs, criminaliteit. Nou, fantastisch. Lijkt me, ja, lijkt me heel leuk. Mm. Ja. Wat voor auto rijden? Audi A5. Wie van jouw teamgenoten mag daar absoluut niet in rijden? Wilfried Kanon. Dat ging er heel Wilfried, snel. Wilfried Kanon, die mag echt niet in mijn auto rijden. Ik denk bij niemand uit de selectie. Hij kan wel janken. Die heeft een Chevrolet C300, geloof ik is dat, een witte. Maar als je die ziet, die zit van voor tot achter, overal zit er een deuk in of een barst in de koplamp of schade zit erop. Ja, die rijdt echt in een barrel. Ontroostbaar kanon. Wij zeggen ook heel vaak van Willy, het is tijd voor een nieuwe auto. En yes, yes, zegt hij dan. Yes, 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 petit, zegt hij. Ja, niet new car, but not now. De laatste challenge, die heet namen en rugnummers. Jij gaat beginnen met hoog houden. Je mag nu alvast beginnen. De bal mag niet vallen. Oké. Okay. En dan moet jij voor mij de nummers 1 tot en met 10 noemen van je eigen team. Oké. Okay. Beginnen bij 1. Indy Groothuizen. Klopt. 2. Dion Malone. Klopt. 3. Giovanni Troupé. Klopt. 4. Tom Beugelsdijk. 5. Wilfried Kanon. Zeker. 6. Donny Gorten. Zeker. 7. Geraldo Becker. Hij is goed hoor. 8. Aaron Meijers. Ja. 9. Thomas Nesiet. Nummer 10. Lex Immers. Oh, Lex Immers. Ja, klopt. Dan nummer 11. John Goossens. Nou, dit is easy. En nu je mooiste truc. Nou, dat heb ik niet. Hop, die vind ik wel lekker hoor. Wat is het raarste verzoek wat je ooit hebt gehad via social media? Nou, de leukste aanvraag wat ik heb gehad, dat is of ik op Zandvoort wilde komen rijden met racewagens. Cool. En dat heb ik toen met Tommy gedaan, Tommy Beugelsdijk. Leuk. Daar zijn we met z'n tweeën, hebben we allebei een McLaren gereden, Mercedes McLaren. Ja, zijn we over Zandvoort wezen scheuren en ik was de snelste. Ja, natuurlijk, ja. Natuurlijk. Ja. Ja. Nou, Tom was wat angstig in de wagen, ja. De eerste rondjes en, en ik zat echt bij de instructeur voor. We moesten hem volgen en ik zat echt op zijn bumper te plakken. Bumper kleven, licht, alles. Ja, ja, ja. Ja, dat is wel spannend. Wil je mijn gedragen shirt winnen? Raad dan hoeveel balcontacten ik heb in de aankomende wedstrijd van ADO. Later jongens. Oh. Jammer. Jammer. Ah, klasse gedaan, gast. Oké. Super.